Nou, ik ben Ties van Kesteren. Ik heb meegedaan aan stemacteren in de basisworkshop. Die heb ik inmiddels afgerond. En nu zit ik in de laatste fase alweer van de vervolgworkshop van stemacteren. Ja, ik heb jullie online ooit 4 jaar geleden denk ik al voorbij zien komen. En toen dacht ik, wacht eventjes, volgens mij is dit precies wat ik zocht waarvan ik nog niet wist dat ik dit zocht. En toen was het eigenlijk, dit ga ik sowieso doen. En dan kom je de eerste dag binnen en dan is het zo'n warm bad en precies van, nou, dit had ik 10 jaar geleden willen doen. Ik ben de workshop gaan volgen omdat ik eigenlijk alles wilde kunnen met mijn stem wat je hier leert. Ik ben ook dankzij stemacteren bij de lokale omroep terechtgekomen. En ja, op het moment dat je achter die microfoon springt, dan zit die hele cursus zit in je achterhoofd te fluisteren van hoe jij moet spreken. Ik raad het absoluut iedereen aan. Ja, nee, dit is zoiets, daar moet je niet eens over twijfelen, gewoon puur omdat je weet... Hier ga ik zo ontzettend veel aan hebben. Of je nou echt stemacteur wil worden, of dat je eigenlijk gewoon bewust wil worden van wat je met je stem allemaal kan. Het is voor iedereen die met communicatie te maken heeft echt een hele goede cursus. Schaal van 1 tot 10? 10.